Ja, foto is een beetje net. Hé? Nee? Kijk daar eens, wie is dat? Oh, is het Gaddafi? Ja. Nou, zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag, zover ik weet, even kijken. Thursday. Is dat goed? Weet het niet eens. Dat is gisteren dinsdag. Moet het vandaag woensdag zijn? Ja. 1 april. Nee, het is geen 1 april grap, maar het is wel 1 april. En het is alweer 3:30 geweest. Ja, en ik ben heel erg laat en ik ben niet vooruit te branden geweest. Jullie weten dat ik van alles en nog wat markeer en vandaag is het een graadje erger. Ja, nou, daar klagen we verder niet over. Ik ga zo meteen lekker even nog even de buitenlucht in. Even mijn mondjes uit. En dan een bak koffie doen. En misschien nog wat bij kan komen, maar het is nou ook. Ik ben opgemaakt omdat het een meisje zegt. Hè, dames? Want die zijn zo lief geweest. Oh, dat wil je niet weten. Hé? Mijn meisjes. Ja, toch? Ja, hé. Maar ze zijn hartstikke lief, ja. Ik heb zelden... Ja, Frodo was ook ontiegelijk lief. Maar ik heb zelden eigenlijk een hond gekend die zo ontiegelijk lief en begrip voor zijn baas of vrouwtje heeft dan deze twee. Kijk, oké, Rijka is wel eens een donderjager, maar daar is het ook nog een jong hondje voor. Moet kunnen. Hè, maar het begrip verder. Dat het vrouwtje of het baasje wat mankeert. En hoe lief ze daarmee om weten te gaan, die twee. Ook zelfs Gandalf, hè. Een kat. Je houdt het niet voor mogelijk. Hé, kom eens. Ja, ik heb het over jou. 1, 2, oeh, kanjer. Mijn kanjer, oké. Jij hebt water gedronken. Ja, poten is een beetje net. Hé? Nee? Kijk daar eens, wie is dat? Oh, is het Gaddafi? Ja, Gaddafi. Hé, hij is zo lief. Maar in ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ik weet niet ook niet eens of ik gisteren al heb afgesloten, maar ja. Gebeurt wel vaker dat ik dat vergeet, maar dan kan de pret allemaal niet boeien. Zolang de rest toch leuk is, ja toch. Ik ga zo meteen ook weer een spelletje doen en dat is, ik hoop niet dat ik dooien heb, want dan gaan ze ook in dood. Ja, dat is vreselijk. Ik heb gisteren ook eentje dood zien gaan, het is gelijk een likey. Gelijk, hoe heet dat, je ziet dan geen poppetje er meer omheen, maar het is dan een skelet wat je ziet leggen. En dat wordt dan opgetild en wordt begraven, krijgt dat gelijk een steentje. Maar volgens mij deugt het spel niet helemaal. Want iedereen krijgt 2 stenen. Oh, hij gaat maar 1 keer dood, weet je, of zij. Wat moet je met 2 stenen? Dus dat klopt even iets niet in het spel. Maar het maakt niet uit, ik vind het wel komisch. Ja. Het is weer eens wat anders, maar ik ga eerst even lekker mijn mondjes uit en dan zien we wel weer. Dat kan me niet boeien, het staat netjes in elkaar. En morgen weer een dag, morgen komt ook Astrid weer. Mijn huishoudelijke zorg, oftewel de HHZ. En dan zien we wel weer hoor. Ik heb ook vandaag verder helemaal nergens zin in om verder ook maar wat te doen. Ik moet een vlog in elkaar zetten, maar dat kan ook vanavond nog, weet je. Of later, weet ik wel. Ik zie wel hoor. Komt goed. Maar in ieder geval, ik hou gewoon vol goede moed. En als jullie dan nou ook dat gaan doen, hè, met je eigen normen en je fatsoen en wees lief voor elkaar, doe aardig tegen elkaar. Wie het ook mag zijn. Ja, dan moet je niet zo'n buurman hebben die ik heb. Want die is niet aardig tegen mij. Dus wat je uitstraalt, krijg ik ook terug verwachten. Toch? Of je rug toedraaien en negeren. Nou, dat ga ik nu dus doen. Hij is niet eens thuis, zover ik weet. Maar dat is ook niet belangrijk.
Dat is toch lucht voor me. Maar oké, lieve vrienden, ik ga even met mijn woefwaffies uit en ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even retour. Het is inmiddels al avond. Het is nou 19:33 en ik ben bezig een vlog naar YouTube aan het brengen. Dus dat gaat allemaal goed. Ik heb mijn hondjes alweer uitgelaten voor de zoveelste keer voor vandaag. En ik had gezegd dat het woensdag was, omdat ik helemaal dat warm was. Maar het is donderdag. Ja, dus donderdag 1 april. Ja, en ik maak geen grapjes of wat dan ook, nee. Ben ik ook niet toe in staat en ik weet ook geen grapjes te verzinnen. Die oude grapjes van meneer of mevrouw, veter is los, dat is allemaal al achterhaald. Ja, en ik weet dus ook, nee, ik ben misschien wel grappig op een andere manier, maar ik ben niet de persoon die een ander graag voor gek mag houden. Dat is iets wat niet in mijn aard ligt. Grapjes maken prima, maar het moet op een leuke manier blijven. En niet dat je iemand voor gek zet of schut zet of wat dan ook. Hé, hey, hallo. Nou, kom dan maar. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Wie wil nou? Wie van de twee? Rijke zit voor me, Elwing zit naast me. Oh, 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 oh. Kom op dan. Nou, zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Ja, ga je via je eigen poten bijten? Hè, Elwing? Wat zie je allemaal? Wat zie jij allemaal? Goed zo, Elwing. Goed gedaan, hoor. Anders pak ze in je pootjes, hè. Dat mag niet, hè, meisje. Elwing. Nee, het is zo'n grote, knappe meid. Hé? Hé. Laat eens zien hoe mooi je bent. Hé? Hoe ben je mooi, hè? Oh, wat een mooi meisje. Oh, wat een mooi meisje. Het is zo mooi. Vrouwtje doet helemaal de eigen pijn om dat te doen bij jou. Ja. Ja, dat zit er natuurlijk nog steeds, hè, die pijn. Ja, echt vertrokken bewegen is er ook nog niet bij. Ik heb de kracht niet in mijn linkerkant om hun te corrigeren. Als ik op straat loop, moet ik allemaal nog met rechts doen. Er zijn al een paar bepaalde mensen die een hondje hebben, waar ik ook altijd mee praat als ze ook naar buiten komen. Die weten ervan. Ook hadden ze hun zien lopen met Mario en Marianne. En toen wisten ze al dat er eigenlijk wat met mij aan de hand was. Dus ja, dat gaat als een lopend vuurtje rond, hè? Als je zo op elkaar woont. Ja. Kusje, 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 kusje. Nee, ik krijg niet kus. Nou! Ik wil kusje. Krijg niet een kus? Hé. Hey. 1, 2. Doet zeer, hé. Kusje. Ik wil kusje. 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 Kusje, kusje, kusje. Krijg niet een kusje. Krijg niet een kusje. Kusje op je neus. Daar hebben we Rijka weer. Oh, die mooie blondine. Oh, wat een mooie blondine. Hé? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden. Het was maar een korte dag wat dat dan gaat. Twee keer gefilmd, maar wat maakt het uit? Als het maar leuk is, ja toch? En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan met elkaar. Ga ik ook doen met mijn lieve meiden en met mijn lieve kat die momenteel boven is, mijn lieve mannetje. En dat is Gandalf. En komt het allemaal goed. Hé, ja nou. Ja. Vanavond, all you need is love, love, love op televisie. Dus ja, wat wil je nog meer? Dan krijg je toch een liefdesgevoel van om daarnaar te kijken en al.
En ja, wees ook lief voor een ander. Liefde geven aan een ander, wie dan ook. En het kan op verschillende manieren, hè. Je hoeft niet gelijk bij wijze van spreken bed in, want dat doe ik dus ook niet. Maar gewoon goede dag, goede morgen, goede middag, goede avond, wat dan ook. Wees lief voor elkaar, ook naar een ander. Naar een vreemde, maakt niet uit. Ja, ik was tegen iemand gisteren ook heel lief en beleefd. Ik zei, lieve schat, helemaal. Was er wel geen vreemde, maar ik het wel boeien met haar. En goedkomen doet het ook niet meer, want dat is er eentje die over mij roddelt door de stad. Maar ik zei wel, lieve schat. Ja, en ik heb er nog wat extra voer gegeven om daar ook weer over te roddelen. Ik heb haar verteld dat ik 2 honden heb. Helemaal zo. Oh, ja, maar dat wist ik niet. Ik zei, maar dan weet je het nou, schat. Ik zei, dan kan je dat weer doorgeven naar een andere. Ik zei, maakt niet uit hoor. Ze mag iedereen weten. Ik zei, vertel er dan ook gelijk bij dat ik gekneusde spieren en gekneusde ribben heb. Ik zei, want ik ben op mijn slaapkamer gevallen tegen mijn dressoir aan. Ik zei, nou, dat ding ken je wel, hè. Ik zei, die heb je zelf gezien. Ik zei, maar in ieder geval, ik zei, kan je dat ook doorvertellen? Ik zei, heel den helder mag het weten hoor. Ik zei, maakt mij niks uit. Ik zei, ik weet het. Ik zeg, er zijn meerdere die het weten. Ik zeg, dus waarom jij niet? Ik zeg, jij mag het net zo goed weten. Ja, maar ja, toen kreeg ik weer de schuld van haar. Van diegene dus. Ja, het is een haar, maakt niet uit. Maar dan kreeg ik van haar dus de schuld dat ik weer van een ander, die ik maar 1 keer in mijn leven heb gezien, de dood op me geweest heb. Die is pas geleden overleden. Dat heb ik toevallig op Facebook gehoord en gezien, maar... Wat heb ik daarmee te maken? Al zei dat die dame in kwestie die overleden is, ziek wordt en eigenlijk altijd ziek al was, want ze was al lang al niet in orde, ook dat ik het toen zag niet. Wat heb ik dan met haar dood te maken? 2 keer niks. Want ze woonde ergens in het midden van het land waar ik niet kom. Ik ben nooit bij haar geweest. Maar ja, oké, men moet wat te vertellen hebben, anders vervelen ze hun. En vooral nu, in deze periode waar we nu in leven, ja, ze vervelen hun en dan willen ze graag iets willen te vertellen hebben tegen anderen, wat weer over een ander gaat. En ja, dat gaat dan als een lopend vuurtje door. Nou ja, oké. Maakt mij niks uit, boeit mij niet. Nee, ik vind het wel erg dat die vrouw er niet meer is. Ja. Dat gun je je echte vijand niet op die manier. Ik bedoel, ik heb nog een vijand in Den Haag zitten. Waar iedereen veel naar kijkt op televisie. Dan weten jullie het wel. Dat is voor mij een vijand. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik ben niet de enige die hem niet meer kan luchten en niet meer kan zien. Ik ben niet de enige persoon op deze planeet, wil ik niet zeggen. Maar van Nederland dan. Ben ik niet de enige, maar daarom wens je hem nog niet de dood in. Nee, ik wens hem wel ontslag en nooit weer terug te zien op televisie of wat dan ook. Laat hem maar gewoon uit het beroep weggaan. Ja, en laat maar iemand doen die het beter is. Ja, zoals iemand van de FVD. Ja, vind ik veel beter. Vrijheid, blijheid. Ik wil de vrijheid hebben. Ik wil de blijheid hebben van de mensen op hun gezichten weer te kunnen zien. Elkaar een kusje kunnen geven, elkaar een handje kunnen geven. En niet dat achterlijke gedoe wat allemaal niet helpt. Nee, het helpt niet. Maar oké, lieve vrienden. Nogmaals, een hele fijne liefdevolle avond. En God zegen, dat zeg ik erbij. Het is bijna Pasen, maak er wat van. Ik heb het ook bij de vlogs gedaan, allemaal paasplaatjes eromheen en bloemetjes. Doe dat gezellig ook in real life. Maak het gezellig in je huis. Ik heb ook paastakken staan. Ik heb nou dit keer geen kleedjes erop, want daar ga ik gewoon geen zin in. Iedere keer kleedjes op je tafel te hebben, nou dat hoeft niet. Het is nou op tafel leeg, doekje erover en de boel er weer op. Hey, je er weer op. Maar dat komt allemaal goed. Die bloemen die gaan ook nog verwelken. Van de... Dan ben ik die naam ineens kwijt. Amaryllis. Ja, die beginnen nou ook weer te verwelken. Dus die kunnen ook binnenkort weggegooid worden.
Het is vandaag dus donderdag 1 april. Morgen is het vrijdag 2 april. Dus dan komt Astrid weer. Dus dan moet ik er ook weer bij tijd eruit. En nou, dat zie ik allemaal niet echt zitten met mijn lijf. Want ja, ik weet niet wat het is. Ik slaap ontzettend slecht door de pijn. En als ik helemaal slaap, ja, dan slaap ik een gat in de dag. Ja, nou, daar kan ik ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Dus, maar ja, het komt er weinig tijd allemaal weer goed. Het moet eerst maar even genezen daar van binnen. Misschien dat ik me dan ook wat beter ga voelen. Ik voel me nou echt niet het jutje van het hetje. Maar in ieder geval, het komt allemaal goed. Zolang het niet iets anders is dat ik echt ziek ben, dat ben ik niet. Ik ben verder gezond, maar het is door de pijn. Daar word je chagrijnig van, daar word je moe van. En dan, ja, wil je slapen, kan je niet slapen, want je weet niet hoe je liggen zit te hangen moet. Dan zit je weer zo, ook op mijn stoel. Ik kan niet continu tegen mijn leuning aanleunen. Dat is op mijn scootmobiel ook, dat moet ik naar voren zitten. Dus je zit eigenlijk een beetje in elkaar als een heel old wiefke. Nou, dat ben ik nou ook nog weer niet. Ik mag dan wel 63 zijn, maar ik ben niet ergens in de 80 of in de 90. En die mensen voelen me soms ook nog niet oud. Maar ik bedoel echt, dan zit je zo voorover alsof je nou echt niet anders meer kan. Nou, ik kan wel anders, weet je. En, maar ja, het wil momenteel niet. Dat moet eerst daar genezen dan vannacht. Ja, kan er niks aan doen. Nou, oké, lieve vrienden, genoeg over mij. En ik hoop gewoon dat jullie blij kunnen zijn om van alles en nog wat. Ik ben verder ook blij, hoor. Ja, echt wel. Ik ben blij dat ik een hele lieve dochter heb. Karin genaamd. Karin Staalman van der Werf. En een lieve schoonzoon heb. Roderick Staalman van der Werf. En ik ben blij dat ik hier twee lieve tallige dames over de vloer heb. Op vier pootjes. En ik ben blij dat ik een lieftallige kat heb. Op vier pootjes. En die kat die is boven, zover ik zei. Dus ik ben ook wel blij, hoor. Je zeker te weten. Dat maakt me gelukkig. Ja, maakt me happy, vrolijk van binnen. Maar ik kan het niet uit, omdat ik dat nou heb. Maar ik ben het wel. Ja, echt. Maar ik ga nou weer daar naartoe, want hij moet verder gedownload worden naar YouTube toe. Dus zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En voor vanavond later, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen, 2 april, gezond uit je bed zien te komen. Mwah. Doei!